Ja jongens, we gaan verder, want opgeven, daar doen we natuurlijk niet aan. Oh, hier zijn maar 12. Oh, 13 ja. 13 zat er niet op, zei jij? Ja, nee, daar. Ja, origineel niet, nee. Linksom. Ah. Oh. Ik ben toch in Mongolen. Kijk, ik heb hier een 12. Oh, je hebt niet nodig, want het is 13. Jongen, 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 zeg maar, zit de einde vast van de boot. Moe. Victory, hè, again. Hoppa! Okay. Hier, jongen. In één keer. Moet dit buisje bewaren? Zou ik wel doen. Ja, nee, ja. Jong, kijk hoe verkracht. In een bak hier. Verkracht is zo. Oké, okay, waar moet ik deze neerleggen? Want die is voor de C-Rex. Binnen ja, neerleggen? Ja, dat is een vies ding. Ja, dat maakt het niet uit. Zijn ze, waar komen we hier eruit halen? Ja. Hoi! Ja. Wist ik. Waar is deze van? Dat is allemaal niks. Waar is die van? Die is nergens van. Oh, daar gaan we weer, hè. Hé, hey, maar ik ga niet meer met mijn rug op de grond. Hier, daar. Kijk, oh. Daar, kijk dat ding daar. Dat schuim maar, dat staat. Dat kan je opleggen. Ballen. Ik kof dan met twee hernia's erbij. Erbij, heb je al een. Ja. Dat scheelt dan weer heel hoog. Ja, inderdaad. Ik voel meteen die stenen in mijn rug snijden. Snijden? Ja, snijden, ja. Dit ga ik daar mijn hoofd flink aan verstoten. Verstoten? Ja, die ga ik eraf halen. Oh, daar krijg ik daar een gat in mijn hoofd van, jongen. Wat meer zin in. Koop het. Wat zit hierin? Een papiertje. Waarom? Weet ik het. Als je nou zo doet, dan is het mee eraf, hè. En dan zit. Ja, tegenhouden denk ik. Doe maar je ding daar. Draait er mee met alles. Alles draait er mee. Ja, dat ene ding wil je. Ik denk dat hij voor het nieuwe jaar klaar is. Wat klaar? Helemaal klaar? B20 erin en zo. Oh nee. Ja, wat? Ik weet niet hoe lang dat duurt. Wordt doorwerk wel. I'm gonna finish this swap. Quitting is not an option. Nu haal ik daar helemaal kopje aan open, jongen gek. Kijk. Niet best. Nou, weg ermee. Oké, versnijd ze mijn olie. Kom jij doen? Hey. Oh, kijk uit. Oh. Ik ben je hoofdje gestoten. Zal ik er meteen maar afhalen, dat dom ding. Wat ik het in? Dat is de olie. Dit is versnijdbak. Er moet toch gewoon een aftapding zitten, of niet? Ja, maar het is meestal een beetje net aan de zijkant. Die? Daar ja, die kant. Ah ja, ik zie hem. Ja. Is dat ook zo'n vierkantje? Ja, dat is een vierkantje, ja. Okay. Komt dat daar allemaal recht in mijn gezicht, of waar? Je moet eerst dat hij losdraaibaar is. En daarna moet je eventjes de bak er een beetje onder zetten, ja. Ja, zodat die straal daar in die bak eindigt. En niet op mijn gezicht? Ja. Oké, okay, poging 5, 6. Mijn hond begon te blaffen, jongen. Nou, er zit dus een ding, daar kan ik met dit ding in. Nou moet ik de goede kant in. Linksom! Dus, jij moet het zo trekken. Zo, hè? Ja. Ja. Nee, trekken, hè? Ja, dat ding zit fucking strak, zeker. Ja, ja die zit altijd wel een beetje strak, ja. Oh, dan krijgen we weer zo'n olie-aftapverhaal nu. Zo, ik heb de sleutels heel even. Dan pak ik even iets voor jou. Ja, die jij hem zo los. Is goed, jongen. Goed, jongen. Oké, okay, nou, daar gaat hij. Komt dat water er uit, langs die schroef uit of spuit daar recht mijn bakken in? Bam jongen, ik heb hem al los jongen. Ja. Oh, heel die olie, sleutel om het olie. Kijk. Nou, ik dacht eigenlijk dat hij los was. Maar ik had hem wel al een beetje. Oh, en een aids ding is dat ook, zeg. Dat is normaal, dat is altijd zo. Oh. Oh. Huh? Ja. Ah. Godver. Is hij los? Nee, hij is niet los. Dit was wel zoveel handiger geweest met een brug, hè. Hey, hij is wel los. Hè? Goed, dan ga ik maar even die actie ondernemen. Oh nee, hij is... Hè? Oh, draai de verkeerde kant in. Hoe kan dat nou? Nee, dat kan helemaal niet. Oh nee, hij is gewoon wel los, maar... Pa. Waar is dat toch ook vanuit gewoon het gat? Anders laat ik mooi heel die olie erin zitten. Ja, dan trek je aan, draai vast eruit en loop het daar eruit, zullen we zeggen. Ja, zoiets. Ja, hij is wel los. Ja, hij is los. Ja. Ik weet niet wat er nou gaat gebeuren, maar we zien het wel. Ja, nee, ja. Ik moet wel zorgen dat... Oh! Dikke pro ben ik, hè? Recht in het midden van die bak. Ja, ja. Ho, dikke pro. Ja, dikke pro, ja. Ja. Hier, bam. Bam. Plets. Ja. Kijk hoe uitgehoond die is, maat. Nou, dit gaat je moet je zoeken, jongens, als de versnijdbak eruit zit. Alleen is dit volgens mij iets vierkanter normaal. Hé, hey, pro, Esso is een pro. Zo. Zo. Oh, dan kun je er even onderuit. Als je de turbo eraf wil halen, dan kan ik beter eerst een spruitstuk doen, of wat? Ja, dat is lekker. Oh, ik moet eventjes... Ja. Oh, er zit iets in mijn haar, olie of zo. Heel mijn haar is in de olie.
Hier, helemaal vol. Nou, ja, daar zijn we, ja. Ja, maakt allemaal niet uit. Pietje wrijven zo, even klappen. Ja, klaar. Nou, dan zien we dadelijk allemaal weer. Dat is mijn haar. Oh ja, ik zie het. Dit moet los. Wat voor een bout is het? Ja, ik, een bout. Met zes hoeken. Nou, kijk me niet eens welke maat ik pak. Doe gewoon maar. Kijk, linksom. Ja, is linksom, oké. Okay. Ja, maar dit zijn natuurlijk lijpe dingen. Hè. Ja, ik ga heel mijn pootdak open. Ja, ik moet nou kracht erop zetten. Ik zie mijn eigen dak al, vliegt hier mijn pols tegenaan, bloed, alles. Ja, dat ik hier naar beneden klap of zo. Ja, ik denk toch vanaf hier. Ja, ja. Zo? Ja, oké. Okay. Oh ja, je moet hem naar beneden, hè? Ja. Hij staat ook op los, dus er kan niks meer misgaan nu. Nee, dat is goed. Ja. Nou, die zitten wel strak, die boten. Ziet het er ook allemaal afstands uit, jongen, hier. Ja, nou, ik ben hier nog wel even mee bezig, hoor. Ja, weet je. Los! Ja, daar kan ik weer niet bij. Natuurlijk bij die andere. Wat is het toch kut allemaal. Zit er ook nog een andere maat ineens? Komt allemaal goed. I got this, ja. Nou, wat ik nou dus niet begrijp, is dat hier ineens een helemaal andere ding op zit. Nou, toch misschien niet. 13. Nee, dat is niet, dat is niet. 12 past gewoon niet. Dat is gewoon vastgeroest allemaal. Sla ik hem wel gewoon vast op. Kijk hoor, 13, waar is die? Hier, 13 is te groot, 12 is te klein. Moet je die 12 op? Ja, dan is te klein. Nee, het kan niet op 13 te groot. Ja, oké. Okay. Dan stamp ik hem gewoon. Kijk eens. Zo misschien. Dat is echt geen 13. Nee, 12 is het. Ja. Dit is 12. Oh, dit is 11. Ah, kijk. Ah, 12, oh ja. Oh. Ja, nee, ik wil even kijken of jij opletten. Godverdomme. Nee, die gaan nog wel even duren. Ja. Oh, dat ding is ook zo klein, hè, dat handvatje, dat het zo'n pijn in je handvallen. Waarom zit dan die dingen op die ik je net al heb gegeven? Dat maakt het eigenlijk helemaal handig. Ik weet niet, waarom heb je ook de slapste gaten gepakt die er is? Ja, ik heb gewoon gepakt wat er was. Ja, dat is nog veel meer, veel sterker. Ga niet uit. Ga niet uit. Komt goed, ga je er los. En die uitlaat moet ook in het verlengde daarvan ook los. Ja, dat wordt helemaal een hel. Ja. Oh, helemaal buiten ademen. Uit de adem, die hoef je niks te doen. Ja, nee, daar zijn we in ding altijd. Je moet het gereedschap voor je laten werken. Nou, dat, ik zou niet weten. Het zijn deze woorden, ja. Eén ding is een voordeel. Ik kan nou niks meedraaien aan de achterkant. Dat haat ik namelijk echt. Ja, dat haat ik echt. Als ik meedraai, dan moet er dan aan de achterkant half bij. En ik zal mijn krachten wel eens even bundelen. Wow. Snapte? Ja, helemaal niet bundelen. Ja, nou de wind. Ik heb hem godverdomme los. Dan zal ik hem gewoon helemaal in de fik stoken, die bak. Weet je dat? Nee, tuurlijk niet, maar gewoon. Dan was hij ook los geweest. Dan heb ik nog zo'n kleine handen, hè. Dus, ik redeneer dat het turbo en de spruitsticker af moeten. Die buizen hier die hier lopen. Werk nou eens mee, jongen. Ja, jongen, kut. Oh. Nou, ik voel hem niet, hoor. Oh. Steen daar niet tegen de ijzeren ding aan. Tegen de kant schuppen, dat ding. Nou, de uitlaat is los. Nou al, ja, nu al, ja. Godverdomme, zeg. Echt veel 13 op deze weg, hoor. Maar dat zou je niet moeten gebruiken, want dat doet Honda niet voor niks niet. Daarom is deze bak dus te sloom. Ah. Ze moeten eens van die kussentjes om die dingen heen maken. Om deze dingen, die, als je daar kracht op zet, doet alles pijn in je vinger. En als ik hierop ga hangen, ik kan goed zijn dat ik straks een blauw plekje heb. Ja, nee, heb ik nu al, kijk maar. Hier. Ja, dit doet kei wel zeer. Ja, dat is niet zo leuk. Nee, het is gewoon kut. Ja. Maar, oh, nou, ja. Dat is helemaal niks, jongen. Er is niks aan de hand. Het kei goed hier. Nou, en anders, als jij alles hebt vastgedraaid, dan zit het extra vast. Aan is aan. Ja, dit is wel origineel nog. Ja, dat is 12. Dat weet ik. Nee. Komt goed, ik got this. Ik got this, ja. Dat is niet. Is dit? Dat moet weg, dat lekt niet. Oh. Voor de keuring was dat. Oh, en dat was toen goedgekeurd. Ja. Bij Van der Laar zeker. Maakt niet uit als het maar niet lekt. Er zijn de regels, ja, bij Van der Laar zijn die regels wel zo. Ga ik het wel eens even loshalen dan. Oké, okay, mes, zo. Hier. Bam. Bam! Hé, hey, het ziet er wel kundig uit, dan wel. Auw. Oh, tijd voor een andere aanpak, jongens.
gelukt. Kut ding. Ik ben blij als dit gedaan is, jongen. Die pruitstuk eraf. Oh. Blok gaat toch weg, dus ja. Als je hier nog ooit tijd in gaat steken in zo'n blok, dan weet ik niet wat voor een levensmoe je bent. Ja, daar komt mijn vinger, dus alles wat kapot bij mij. Dit is tot 12. Dat kan toch geen andere zijn, die zo'n nog eens hele bout, zeg jij net. Oh, ik krijg hier echt iets van me. Echt hoor. Ik ga 13 pakken. Ja, je moet even kijken wat erop past, hè. 13 pak ik gewoon niet op. Oh, dan is het misschien 14. Nee, ja. Dat geloof ik niet. Nee, ja, ik ook niet. Laat eens kijken, want dit is gewoon, dit is het gewoon, maar ja, dat is toch goed. Je moet eigenlijk gewoon maar weer de 40 hebben. Nee, nou hoeft het al niet meer. Nee, ja, dat is wel, want ze komen veel meer dingen te los. Ja, dat is mooi. Klinkt goed. Wat doe je? Helemaal niks. Ik ben eigenlijk gigantisch irriteren. Ja, dat moet je niet doen. Godverdomme, als je toch... Ben ik toch blij dat ik geen automonteur ben geworden, want... Dan was ik heel de dag aan het vloeken, jongen. Heel mijn leven lang. Ja, maat. Godverdomme. Nou snap ik ook dat jij zoveel vloekt. Ja. Laat die sleutel er gewoon af, dus. Hij draait toch? Draait hij, ja? Ja. Ik zal hem nakens laten draaien. Ja. Kankerding. Dat probeer je al de tijd. Oh. Ja, dat is slim, maar hij is niet kapot. Nee, maar dat had goed wel gekend. Dit moet jij niet. Nee, dat doe maar niet. Nee, hij draait helemaal niks niet. Ik weet niet, kanker draait. Ja, heel die bout is kapot. Is helemaal niet hoekig meer. Nou wel, ja. Kijk maar. Ja, ja, nee, ja, dat ziet er goed uit. Ja. Dat is verdiefd. Helemaal naar de tiefs, ja. Kan ik het niet gewoon eraf slijpen? Ja, op de duur moet wel iets doen, hè. En daar moest je net eigenlijk onder kennen. Maar dat is niet. Ja, daar slijpen we wel af. Slijpen, joh, schud. Ja, wel gewoon hier zo. Wat een kut, zo zeg. Dan kan er hier nog goed bij, zelfs. Ja, ja, dan kan ik er wel goed bij, maar heel die boutjes zijn kapot. Ja, dat is één bout, ja. Oh, dan geef ik maar een sleeptol. 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 Ja. Ja, ik zie. Ja, maar dat komt wel goed. Slijp me gewoon. Maar ik sluit nou, slijp mij een keer netjes door. Ja, ja, dat is goed. Kut ding. Ik heb het niet nodig, zeg. Zo, nu ben je nog. Oh jongen, wat ben jij toch een gigantisch tankenboutje, zeg. Ja, jij gaat een verliesbootje, hoe vind je dat? Hier jongen! Bam jongen! Bam! Tiefsding! Ik heb het precies goed eraf geslepen. Godverdomme nou! Deze is ook jouw lot als je nou niet losgaat. Ho, hé, sterk. Godverdomme zeg.